als Jans stappen wil maken met zijn elftal, dan moet hij vanavond winnen van Excelsior hier in eigen stadion. Excelsior dus heel knap op de 7e plaats met maar liefst 14 punten. Er is opnieuw vuurwerk, heel fraai vuurwerk zelfs, georganiseerd hier in stadion Galgenwaard. Excelsior van korte duur. Goede interceptie van Sanjan. Fraulo. Probeert het maar eens. Schot ketst af op Wiedel. Booth. Leliendal. Ontwikkelt zich heel goed bij Utrecht, de linksback. Dit is de rechtsback. Ter Avest voorzet en de kans voor Lipberg. Steeds populairder, Flamingo, bij de supporters van FC Utrecht. Heel veel supporters op de tribune hebben ook een roze Flamingo meegenomen naar stadion Galgenwaard. Maar hij gaat ook steeds beter voetballen op het middenveld bij FC Utrecht, Flamingo. Dat is nog het allerbelangrijkste. Hier is Utrecht even slordig. Kan Excelsior er snel uitkomen met 4-5 man. Wordt de keuze hier goed gemaakt. Drius met de kans. Uitstekende ingreep van Sanjan. Slordig balverlies en dan moet Excelsior gaan profiteren. Barkas, uitstekende redding van de Griekse keeper. Hier was Asserkan de bal kwijt. Barkas grijpt in bij Sisse Sandra. Via van der Hoorn valt de bal goed voor Fitzjim. Lamproe aan de rechterkant. Kian Fitzjim. Nu ook met het schot. En Barkas. Goede controle bij Fitzjim Lamproe. Gevaarlijke voorzet en de bal op de paal. En dan nog Drius. Hele goede voorzet dit van Lazaros Lamproe. Mooie snoekduik van Parrot. En als de bal terugkomt van de paal. Nog de mogelijkheid voor Drius. Van der Hoorn is erbij gaan zitten. Hij heeft toch nog veel last. Van die aanvaring van een paar minuten geleden met Zagre. De vraag is dus of Van der Hoorn wel verder kan. Behoorlijke aderlating. Dat Van der Hoorn, de captain, 5 minuten voor rust niet verder kan. Jan Bosdogan was vorige week ziek. Flamingo gaat centraal achterin spelen. Bosdogan erbij op het middenveld. Van Ter Avest. Utrecht is inmiddels hier. En moeizame redding van Van Gassel. Het was ook een moeilijke bal. De knal van invaller Bosdogan. Azarkan en Zagre. Balletje van Fraulo. En een kopbal van nota bene Azarkan. Dat scheelt niet veel. Dat verwacht je niet van hem, dat hij ook kan koppen. Bosdogan laat zien dat hij daar sterk is. Zet Sisse Sandra weg. Zagre. Drius. Achterlijn gehaald. Drius doet het zelf. Hij verrast hier iedereen en scoort. Suhaib Drius zet Excelsior op voorsprong. Heel even leek de bal over de achterlijn te rollen. Maar hij houdt hem binnen, Drius. En verrast niet alleen de verdedigers van Utrecht, maar ook de keeper.
Vasilis Barkas. Twee man laat hij hier staan. Azarkan en Ter Aves die gewoon stopt met verdedigen. Utrecht wakker worden, zingt de Bunningside. Hier gaat Utrecht weer in de fout. En wordt afgestraft. Nee, de redding van Barkas voorkomt erger. Fraulo werd met een groot probleem opgezadeld. Bijna is het hier 0-2. Azarkan. Vier ploeggenoten in het strafschopgebied. Voorzet. Azarkan weggekopt door Videl. En dan is het oppassen voor Utrecht. Voor de tegenstoot van Excelsior met Drius. Heel snel. Goed gevoetbald Drius. Parrot. Inmiddels is er aansluiting. Sandra komt. Parrot doet het zelf. En een geweldige redding van Barkas voorkomt 0-2. De bal lijkt hier op weg naar de linkerbovenhoek. Hoekschop Excelsior. En daar is alsnog de treffer. Als de bal door alles en iedereen wordt gemist, wordt hij bij de tweede paal binnengeknikt. En zo wordt het een hele moeilijke wedstrijd voor FC Utrecht. Dat was het al bij 0-0. Dat was het bij 0-1. Dat is het nu helemaal. Goed verlengd door Parrot. Boussaïd. Bosdogan wint het kopduel, gaat eerder omhoog. Dan Sisse Sandra. Bosdogan. Bosdogan zelf. En dat is een hele mooie goal. Het is 1-2. Utrecht is terug in de wedstrijd. Hij neemt Utrecht dus bij de hand. Jan Bosdogan. Eerste doelpunt van het seizoen voor de middenvelder die in de ploeg kwam na de blessure van Van der Hoorn. Misschien dat de bal nog even wordt aangeraakt, maar het is een beste uithaal van Bosdogan. Fraulo. Het is best ingewikkeld, maar uiteindelijk past het. Voorzet van Ramselaar en Van Gassel, niet de allerlangste. Tikt die bal nog over. Barkas gaat nu mee naar voren. Bosdogan. Daar komt Barkas en daar zit erin. Maar het is Sanjan die hem maakt. De meest bekritiseerde speler van de avond zorgt voor 2-2. Barkas zit er dichtbij, maar Sanjan zit ertussen. En die knikt hem binnen. Kleine duw gaat eraan vooraf. Goeie kopbal Sanjan. En het is 2-2. Kort voor het sluiten van de markt. En afgelopen. Zo werd het toch nog spectaculair. In de slotfase knokt FC Utrecht zich op pure wilskracht terug. Het is uiteindelijk een prachtige 2-2 geworden hier tussen FC Utrecht en Excelsior.